Olympisch hoop voor Almelo is Reshmi Ogink. Op de Europese Spelen in Baku kwam ze tot de kwartfinale en daarin kwam ze uit tegen de 19-jarige Iva Radoš uit Kroatië. Reshmi Ogink was als tweede gekwalificeerd voor de Europese Spelen. Ze kwam dus tot de kwartfinale. Reshmi Ogink oogde wat vermoeiend aan het begin van de wedstrijd tegenover de jonge springer in het veld uit Kroatië. En al vroeg in de wedstrijd kwamen de punten voor de Kroatische. Reshmi Ogink probeerde van alles om terug te komen in de wedstrijd, maar dat mislukte. De Kroatische liep uit, het verschil werd zelfs 4 punten. In de derde ronde probeerde Reshmi Ogink met een trap richting het hoofd van de tegenstander op gelijke hoogte te komen, maar dat mislukte. De wedstrijd eindigde in 7-3. Reshmi Ogink is daarmee uitgeschakeld op de Europese Spelen.